Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Karemote. Mijn naam is Gianans Graaf en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 51 van F1 23 My Team Karemote. Heb je die vorige video in Australië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zou je die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon: ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Karemote. We gaan deze week weer terug naar ons oude programma. Zaterdag en zondag om 1 uur. Mijn vakantie zit erop. Dus dat betekent ook helaas weer terug naar het oude schema. Het is vandaag de laatste dag van het jaar. 31 december. Alvast hele... ja, fijn oud en nieuw. Maakt er wat leuks van. Bij mij zijn ze nu al aan het afknallen. Maar goed, dat is geen probleem. Ik zelf heb er geen last van. En ja, ik ben niet de politie. Hey, kutboot! En ik heb zin om te rennen, of wat? Goed, gaan we dus even kijken wat we dus kunnen gaan doen. Deze race China, ronde nummer 3 alweer van de kalender. Wij wonnen de vorige race met een race rondpunt. Dat betekent dat het gat naar Max en mezelf gelijk is. We hebben beide 44 punten gepakt. Dus het wordt nog close. En de races en development, ja kijk, wij stijgen gewoon boven iedereen uit. Geen probleem. Wat wel een probleem is, is ja, de vraag is, wie wint dan deze race? Wordt het Max of wordt het weer mijzelf? Kijk, mijn klassement. Max werd eerste, toen tweede. Wij werden tweede, toen werden we eerste. Dus ja, het is eens op en neer aan het gaan. We kunnen nog even kijken wat we kunnen gaan doen met ons geld. We hebben voldoende geld over. Want ja, Max wordt pas na 10 races moet hij worden verlengd. Dit is pas ronde nummer 3. Spoelende tijd, dus eventjes door. Kijken wat er nog gaat binnenkomen. Met een marketing update. Met het personeel wat ja, heeft gedaan. En daar ben ik gewoon vrij simpel in. Ontslaan. Weg ermee. Niks meer te zoeken hier. Thanks. Doei doei. Nou, dankjewel. Ja, even kijken wat we dan nog meer kunnen doen. Als we de tijd even doorspoelen. Ik ben bang dat we niet zoveel meer aan de auto zelf kunnen gaan doen. Neem een zacht gezette banden mee voor deze race. Dat hebben we dus allemaal gedaan. En is het tijd voor de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1. Het is nogal bewolkt hier in China. Er is ook regen voorspeld in Q2 volgens mij. Maar kijken of wij kunnen doorkomen naar dat Q2 dus. De vraag is ook waar zal Max Verstappen gaan eindigen. Eerste bocht kon wat beter. Insturen verliep daar niet zo lekker. En bocht 2 verloopt wel heel erg goed. Hetzelfde geldt voor bocht 3. Maar geen paars in sector 1. Interessant. Iemand is denk ik sneller gegaan of is sneller bezig. We hebben geen informatie over de rijders voor of achter mij, zegt de ingenieur. Aanbeland bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. Oscar Piastri voorlopig naar de snelste tijd. We gaan er een beetje wijd bij de laatste bocht. En we komen tot een P2 op een tiende achter diezelfde Piastri. P2 op dit moment in Q1. En hebben we daar Guan Yu Zhou achter ons. Die laten we mooi voorbij. Uitslag van Q1. Begint te regenen ook zie ik. Maar Piastri is snel gegaan. Max maar net door naar Q2. Op het randje is Verstappen door. Daar boft hij mee. Felipe Drugovic redt het volgens mij niet op 3/10. Kijken wat we dus in Q2 kunnen gaan doen. Het regent daar dus. Jazeker, de baan is gewoon zeik en zeiknat. Nog ongeveer 2 minuten op de klok. We hebben daar volgens mij Nyck de Vries voor ons. Ik weet niet zeker of dat het dan is. Goed, we gaan dus onze laatste ronde in. En onze eerste ronde. Onze enige ronde in Q2 in. Ik weet niet of wij genoeg tijd hebben voor een tweede run. Hier voorzichtig aandoen vanwege het slechte weer. En jazeker, dat is Nyck de Vries die voor ons rijdt.
diezelfde De Vries daar. Rijdt hem een beetje langzaam, wil niet aan de kant en we raken hem daar per ongeluk. En het is helaas hier een beetje vechten voor positie. Gaan daar zelfs buiten de baan. Maar hebben De Vries gepasseerd voor, ja weet ik wat, baanpositie. Dat is het. Hopen dat we deze ronde wel goed kunnen afsluiten met ongeveer 40 seconden op de klok. Komen aan bij de start-finish gedeelte en dan laten wij een P4 noteren met paars in sector 3. Dan hebben wij nog tijd voor een tweede ronde, jazeker. Vlag hangt uit in Q2. En hier wel een tiende langzamer. Maken het weer goed in bocht nummer 2. Nu zijn we een tiende sneller. Nu weer in het rood. Flink momenten corrigeren op de exit. Hier zijn we een tiende langzamer. Maar dan maken we het wel goed en zijn ruim een seconde sneller gegaan. Voorlopig nog steeds naar een P4 met groen in sector 2. Helaas laat het hier een beetje liggen. Van 19e naar 2e. Dat betekent, denk ik, een P2 of een P3, weet ik niet zeker. Het wordt weer een tweede tijd voor ons. Dit keer is Sainz sneller gegaan. En wij komen een tiende tekort op de Spanjaard. Max knap naar P4. Maar dan is er nog een kwalificatiedeel. En kijken wat we daar kunnen gaan doen. Dat belooft veel goed. Waarom? Kijk maar, het is droog weer. De regen is weer vertrokken, jazeker. En nog ongeveer 9 minuten op de klok. We kunnen het proberen om met een 1 run te doen. Dan sparen we een setje banden extra uit. Want met die regen is een zachte band niet ingezet. Max Verstappen voorlopig naar pole position met een 1.34.2. Gaat er een beetje wijd bij de hairpin. Dat is wat jammer. Gasly voorlopig naar pole position. Pakt hem verrassend af. En wij komen op een P1. Jazeker, pakken hem weer af van Gasly. Maar dan is Liam Lawson sneller gegaan. Liam Lawson voorlopig op pole position voor Haas. En wij met nog 1 minuut op de klok gaan het proberen. Volgens mij is de rest allemaal al bezig met een getimede ronde. Dus wij hebben mazzel dat wij van niemand last hebben. En kunnen dus een schone ronde gaan beginnen. Maar Lawson voorlopig op pole position. Verstappen op P4, Piastri op P5. Wat kunnen wij doen? Kunnen wij die pole afpakken van de Nieuw-Zeelander? We zijn hier al gelijk 3/10 sneller. Weer 2/10. Maak daar maar 4/10 van. 5/10. Met een hele goede eerste bocht. Jazeker. 17e sneller gegaan dan onze eigen tijd met paars in sector 2. Maar dan zijn we inmiddels doorgewezen naar een P10. En zijn ruim 2,9 seconden, 3 seconden sneller gegaan dan onze eigen tijd. Weer het DRS geopend en we komen bij start-finish. En dat is denk ik gewoon de pole position. Jazeker, pole position gepakt. Goed gedaan. Van P10 naar P1, Russell naar 2. Piastri naar 3. Leclerc weer en Max helaas op P5. Geeft niks. Voor ons een prima resultaat. Jammer van Max. Kijken of hij het goed kan maken in de race. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 51. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. The Chinese Grand Prix then is upon us once again. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula 1 victory in 2006, as well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt plenty more drama to come here in Shanghai. Shanghai International Circuit then is a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 test the driver's patience, and the flat open to the element's location test their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and they're available into turn 1 and down the kilometer-long back straight into turn 14. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Considering the rest of the grid, we have Oscar Piastri, Leclerc, Verstappen, Sainz,
Gasly, Liam Lawson, Richard Vachon, Bottas, Perez, Hauger, Magnussen, Stroll, De Vries, Drugovic, Norris, Joe, Albon, Tsunoda, Sargeant, and Teo Pourchaire. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. We moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen in deze race. Dat gaat nogal makkelijk worden. De vraag is, kunnen wij ook weer naar een overwinning zien te rijden? Hebben de eerste drie poles gepakt? Ja, en maar als ik het goed zeg... Maar 2-1 races gewonnen. 1 race gewonnen. Max won de vorige. Dus ja, 3-3 voor Pols. Maar voor overwinningen moeten we nog even gaan kijken of we dat nog kunnen gaan halen. Ben bang voor niet. Ben ook benieuwd wat Verstappen vanaf P5 kan gaan doen. Wij vertrekken dus in ieder geval van pole position alweer. Prima kwalificatie van ons. Waren 18e los van George Russell. Ja, wij zijn nou eenmaal het snelste team. Maar ik verwacht een meedogenloze Verstappen. Die gaat er alles aan doen om zijn tweede overwinning van dit seizoen te behalen. Wij gaan er ook voor. Komen in ieder geval keurig in onze gridpositie terecht. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. We moeten dus rustig aan gaan doen. Wachten tot de lampen aangaan, zegt de engineer. En dan gaan we op beginnen voor aflevering nummer 51. Ronde nummer 3 van seizoen 4 gaat dus beginnen met onszelf op pole positions. Naast ons Russell, daarachter Piastri, Max op P5. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen gewoon prima weg. En weer is die nummer 2 niet goed weg. Russell zakt gelijk heel veel plekken tot achter Verstappen. Piastri naar 2, Sainz 3, Leclerc 4 en Max dus nog steeds op P5. Wij nog steeds aan de leiding. Maar er is iets gaande met die P2-positie. Want constant heeft hij gewoon geen goede start. Of het nou Max is, Russell, Leclerc, Piastri, noem maar wat. Daar is gewoon iets mee aan de hand. Maar goed, niet druk om maken. Wij rijden gewoon aan de leiding met de snelste sectortijd van heel de grid. Logisch, want ja, we rijden gewoon op kop. Einde ronde nummer 1, als we daar een beetje te wijd gaan, dan krijgen we een tracklimitswaarschuwing. Daar zit Piastri misschien te kijken. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc. Hier misschien drie dik makend. Nee. Jawel, drie dik hier tussen ons drieën. We gaan er een beetje wijd. Schieten rechtdoor. Komen we terug de baan op. Daar zit Piastri en Leclerc. Piastri nog steeds aan de buitenkant en dat is een touché. Een touché met de Australiër. De wing-endplate is eraf van Piastri. Die hier trouwens gewoon aan de leiding gaat. En wij zijn doorverwezen naar een tweede plek. We kunnen hem wel terug aanvallen, jazeker. Want hij heeft minder downforce. En nu kunnen wij proberen weg te rijden van hem. Want hij gaat denk ik een treintje volgen. Max doorgeschoven naar P3. Sainz 5, Leclerc dus op P4. Zitten we in ronde nummer 4 van de race. Als het daar geel is in sector 3. Dan valt iemand stil. Volgens mij is dat Pierre Gasly. Gasly weg in deze grote prijs. En Oscar Piastri is naar binnen gedoken voor een nieuwe neus. En Max rijdt de snelste race ronde van de race. Gat is 1.7. We maken daar een klein foutje. Waardoor het gat nu kleiner wordt. 1.6, 1.5, 1.1 zelfs. We moeten de druk erg zien op te bewaren. Totdat het laatste stuk. Gaan proberen lang door te rijden dan Max. Ben benieuwd of dat ook lukt. Piastri naar de snelste raceronde. Logisch, want hij is naar binnen gedoken en rijdt op een verse set banden. Max komt dichterbij. 14 is het gat. Die gaat zo meteen een aanval doen voor de leiding. Jazeker, zit er heel dicht op bij ons.
Max daar aan de binnenkant. En is er langs. Na P1 en wij zijn doorverwezen naar een tweede plek. Nieuwe strategie is beschikbaar, zegt de ingenieur. Dan zitten we in ronde nummer 6 van de race. Als Sainz daar een aanval probeert te doen, die zachte banden gaan eraan en Max is al helemaal weggereden. Gat is 2,1 seconden. En ik denk dat wij gewoon naar binnen duiken voor de mediumband. Dat lukt gewoon nog, want er zijn nog 14 rondes te gaan en daarmee kunnen we het gewoon mee uitrijden in deze race. Jazeker, duiken naar binnen. Voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan dus naar de mediumband. Wat wordt de pitstoptijd? Dat is de vraag. Duren keurig in, jazeker. En dat wordt 2,2. We komen terug op de laatste plek, want daar zit Piastri dan aan de buitenkant. Jazeker, is ons gepasseerd. Maar wij kunnen hem denk ik eenvoudig weer terug heroveren. Voor P20, omdat Gasly is uitgevallen in de race. Op het rechte stuk dan proberen... met de DRS en de overtake, slipstream pakken. En komen van ver, maar hier aan die binnenkant gezet. Jazeker, Piastri zag ons gelukkig en stuurde wat naar zijn linkerkant toe. Wij dus naar P20, op naar Guangzhou Zhou, de thuisrijder in deze grote prijs. Wij laten paars in sector 3 noteren. Jazeker, goed gedaan. Gat naar Zhou is ongeveer 6 seconden. 5,4 eigenlijk. Wordt nu alsmaar kleiner en kleiner. Dan rijden we weer terug aan de leiding. Omdat Max naar binnen is gedoken voor die verse set mediums. Maar die is weer pal achter ons terechtgekomen. Jazeker, gat is nu 14e. En ik ben bang dat wij gewoon kansloos zijn tegenover onze teamgenoot. Nou, Max zit er nog niet echt aan te komen. Maar remmen hier te laat. Remmen daar te laat. Dat ziet Verstappen. Wat kan hij doen zometeen bij de tweede DRS-gedeelte met nog 7 rondes te gaan in de race? Gaan hier flink te wijd. En gooien de overtakeknop aan, maar Max zit hier al aan de buitenkant. Jazeker, afknijpen heeft al helemaal geen zin meer. En hij pakt de leiding af met het snelste raceronde. Wij zijn doorverwezen naar P2, kunnen ook helaas niet terug aanvallen bij hem. Dat is minder. En rijdt ook al gelijk van ons weg. Gat is nu 15e. En dat gat is nu inmiddels in ronde nummer 18 7,9 seconden. Max is helemaal weggereden van ons. En gaat hier denk ik een overwinning halen. Met het als regelpunt, wat betekent dat Max 8 punten los is van ons. Gat naar Sainz is inmiddels... een tiende. Probeert hier aan te vallen voor P2. Lukt helaas niet. Maar hier dan wel aan de binnenkant. Jazeker. Is er voorbij. Probeer een laat te remmen. Als dat kan. Dat lukt. Dat kan. Jazeker. En zo pakken wij P2 weer terug. P2 is weer van ons. Goed gedaan. Zitten we in de ronde nummer 19 van de race. Acht ronde oude mediums voor Sainz. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. En Max gaat hier weer een race winnen. Pakt zijn tweede van het seizoen. Wij zijn verslagen door onze teamgenoot. Moeten nog Sainz proberen af te stoppen. Jazeker, dat lukt misschien. Dat lukt misschien, dat lukt gewoon. Jazeker. Maar Max wint hier de derde ronde van de race. Met het snelste racerondepunt. Een volledige score weer voor het team. Wij zijn verslagen alweer door Max. Hij maakt er 2 uit 3 van en is 8 punten los. Wij moeten het helaas doen met een tweede plek. Helaas pindakaas, op naar de volgende wedstrijd. There'll be smiles at the factory after that one. A great race and a real team performance to take victory here in Shanghai.
Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier benoemd is de uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint de grote prijs van China met als laatste race van het punt. Pakt voor zijn doel een perfect raceweekend. Wij zijn helaas doorgewezen naar P2. Sainz 3. Max krijgt ook driver of the day. Russell 4. Leclerc 5. Verschoor knap naar P6. Perez 7. Norris 8. Drugovic 9. En Dennis Hauger op P10. 1 uitvaller Pierre Gasly. En Max neemt de leiding weer over. 8 punten is het gat weer naar onze teamgenoot. Net als aan het einde van ronde nummer 1. En zijn gewoon 78 punten los van Mercedes. Het komt omdat wij in alle drie de rondes de volledige score hebben gepakt. Zijn gewoon zo dominant bezig. Dus dat is wel goed. Minder goed is dat Max zo goed is. Maar goed, daar kan hij ook niks aan doen. Wij moeten gewoon volop tegengas gaan geven. Anders ben ik bang dat Max dit seizoen gaat domineren. Net als wat wij deden vorig seizoen. Rival breakdown. 14 tegenover 6 tegenover. Met Perez bedoel ik. Team acclaim is ook gewoon goed. Stijgt weer een klein beetje. Dat is goed om te zien. Helaas hebben we een doel niet behaald. 2,19 miljoen dollar erbij. Max en ik hebben helaas ook schade gereden. 6k misgelopen. 119k dus daarvan weer erbij. 22,95 miljoen dollar in totaal op de bank. Kunnen we gaan spenderen aan faciliteiten. En het contract met Max wat over zoveel rondes afloopt. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook om jij niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer werkelijke My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet toch gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. De linkjes staan in de beschrijving. Klik erop en dan kom je dus op die pagina terecht. En ja, volg me daarop alsjeblieft. Maar goed, dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal in 2024. En gaan we verder met meer wekelijkse Formule 1 content. Tot de volgende keer.